GeoXZ is een bedrijf die we opgericht hebben in 1998 als zoon van een landmeter. Gestart als een landmeetkundig kantoor en verder doorgegroeid naar een hydrografisch bedrijf. Wat doet GeoXZ op vandaag? GeoXZ is een data-acquisitiebedrijf waarvoor we vooral data verzamelen in de maritieme wereld voor offshore projecten, olie en gas, renewable energy, infrastructuur voor overheden. GeoXZ is uitgegroeid naar een team van 700 mensen in ongeveer een kleine 20 jaar tijd. En daarvoor hebben we verschillende vestingen. We hebben hier recent ingetrokken in ons nieuw kantoor hier in Zwevegem. 3000 vierkante meter kantoren. En we hebben ook een nieuwe hub in Oostende, waarbij we al onze schepen centraliseren in Oostende. Waarbij dat we ook een kantoor hebben om onze visselmanagement van daaruit te gaan sturen. De toekomst van metingen op zee ligt bij het gebruik van onbemande vaartuigen. Dat zijn drones die varen in onze havens, op onze binnenwateren, langs de kust, maar ook ver op zee. De maritieme sector wordt getransformeerd door die onbemande vaartuigen. Eerst en vooral veiligheid. We minimaliseren het menselijke risico door autonome operaties op zee. Onze mensen blijven droog aan land. Daarnaast efficiëntie. Peilingen gebeuren op een hoog tempo. Eén moederschip met vier drones aan haar zijde kan 5 keer sneller data verzamelen. En tot slot, niet onbelangrijk, ecologisch. Kleinere schepen hebben vanzelfsprekend een kleinere ecologische voetafdruk. Bij GeoXZ geloven we heel sterk in onderzoek en ontwikkeling. Op vandaag werken wij binnen het innovatiedepartement heel hard op het automatiseren van de dataverwerking. De drones, de andere vaartuigen, nemen heel veel data op. Gigantische volumes die naar een eindproduct moeten verwerkt worden. Een kaart, een ArcGIS-project. In die verwerking zitten er heel veel monotone en repetitieve taken. En die repetitieve taken willen we eruit halen. En door automatische tools zoals AI en Python scripts laten uitvoeren. We nemen onze schepen remote over. We gaan ermee aan varen. We gaan de data-acquisitie doen. We gaan processen. Het processen willen we meer en meer gaan automatiseren om op die manier productiever te worden. Ik geloof heel sterk dat remote operations, door drones en door control rooms, de verschaling van GeoXZ nog kan versnellen. Omdat we op deze manier ons talent dat we op vandaag hebben, nog sneller kunnen gaan inzetten op verschillende projecten wereldwijd. GeoXZ is een voorloper in de remote operations. En daarom werken we ook graag samen met het wetgevend kader om te kijken hoe kunnen we proof of concepts maken voor de toekomst. Hoe zou de ideale wereld er kunnen uitzien om toch gereglementeerd te zijn, maar toch de vrijheidsgraden te respecteren om efficiënt te kunnen gaan werken met die remote operations.